welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Total War 3 Kingdoms met Kongrong. Of camera's even kijken wat we nou eigenlijk moeten doen. Toen zag ik dat mijn... ik weet echt mijn hoofdstad is. Ja, Faction Capital. Die is vol. 800.000 man wonen er. En die zitten er ook. Dus die moeten we sowieso van een upgrade voorzien. Dat geeft mij... Ja, niet meer building slots, maar wel extra inkomst van peasantry en commerce. En dan gaan we die sowieso pakken. Hier in Dong kan ik twee dingen upgraden. Ik kan kiezen om die school groter te maken. Of hier seasonal retinue deployment, maar ik weet niet precies wat het is. Daar word ik ook niet heel veel wijzer van. Seasonal retinue deployment. Ik zoek hem eens even op. Plus 1 seasonal retinue deployment. Ja. Wat het is. Oh, het is gewoon hoeveel units je per beurt kan recruiten. Dus dat wordt dan mag ik er eentje meer. Oké. Okay. Oh. Nou, dat kan iets handig zijn. Dus in ieder geval niet slecht. Maar eerst maar eens wat meer bevolkingsgroei. Dit weer terugzetten. Alright. Dus daar heb ik iets, daar heb ik iets, daar heb ik iets. Ik moet deze knop vaker gebruiken. Hier kan ik dan blijkbaar even niks. Zit ook bijna in de max. Heeft nu, kan 1 miljoen, heeft er 910.000. Ja, die zit ook bijna aan de max. Die kost eigenlijk 5000 om te upgraden. En hier Peng Cheng. Dat is mijn nieuwe aanwinst. Die wordt vooral gerepareerd. Oké. Okay. Dat is prima. Hij heeft hier een small city. Maar het is niet zijn hoofdstad. Daar zit er nog één. En daar zit er nog één. Alright. Jij moet even een beurtje healen. Die kan je wel vast nieuwe pakken. 15% erbij. Dat ga ik even duren dan. Maar goed, dat zien we dan zo meteen wel. Nou, die kan hij dan niet meer kwijt, is jammer. Die misschien niet moeten doen, juist. Twee van die. En dan straks nog een paardje erbij. Of ik moet hier die public school heel even laten voor wat het is. En dan dat paard erbij, zo. Ja, kan ook geen kwaad, denk ik. Prima. Verder nog dingen. Undercover. Details. Heb ik jou in dienst? Ik er wel op. Ja. As an assignee. Oh, dan zit zij in een van die... Resist corruption and endure hardships. Daar niet. Daar ook niet. Daar ook niet. Daar dan. Nee. Wel. Dat is mijn vrouw. Dat is die. Oh ja, hier. Supervise construction in Dong. Ik zou haar niet erbij staan. Oh nee, dat is die appointed administrator. Zij is hier met assignment bezig. Ja, got it. Alright. Helemaal goed. Wat is er dan? Low general satisfaction. Daar kan ik misschien wel wat aan doen. Die niet. Cunning, instinct, resolve. Nu zijn ook allemaal uitgedeeld, dus dat gaat niet lukken. Nee. Oké, okay, next turn. We are in concert and should ally. Ah, shit, mijn uitbreiden vind ik prima, maar die ander zal waarschijnlijk toch niet akkoord gaan. Louisbe request Zhang Chua to join. Was die hierboven zat, toch? Oh nee, dat is Kongun Zan. Zhang Chua. Ben jij dat? Nee, dat is Liu Dai. Wie is... Oh, daar, Zhang Chao. Ja, zo. En dat betekent dat Zhang Chua en Tao nu met elkaar in oorlog zijn.
2B is dood. En mijn spy komt terug. Oh, dat is minder. Dat is heel veel minder zelfs. Active spies. Oh, ik heb geen active spies, toch? Wel. Currently on assignment. Ja, waarschijnlijk is hij op weg naar huis. Faction deployment, assignments. Maar goed. Construction available. Upgrade voor de school. Oeh. Ja, die tax collector. Dat zit daar niet helemaal lekker. Die ga ik er maar uithalen. Hier valt niks te doen. En daar. No knowledge of this building. En dan doe ik hem demolish. Of convert. Public school. Prima. Brengt daar wat extra orde en rust. Yes. En dan heb ik hier mijn leger. En dan kan ik zo te zien naar hier. Haalt hij dat in één beurt? Nee. Helemaal niet zo. My patience has limits. En we zitten in de herfst, dus dan komt er een winterbeurt overheen. Dan wil ik liever hier zitten. Nou, dan kan hij een mooie vervolg gooien. Oeh. Ciao, ciao komt eraan met twee legers. Twee gigantische legers. Wow, dat zijn wel twee volle stacks. Die moet ik zelf niet tegenkomen, dan heb ik een probleem. Ja, dan doe jij nog maar een beurtje door, zou ik zeggen. Ja, laten we dan nog maar een beurt hier. Impossible. Sprout ever upwards to heaven. Administration office, die dan maar doen. Ja, dit maakt die andere gebouwen goedkoper. State Workshop. Dat maakt de upgrades hier en hier goedkoper. Nou, waarom niet? Ik kan ook voor een administration office gaan. Maar daar zie ik het natuurlijk niet zo van in. Oh wel, 10% income from all sources. Dus ook commerce. En een beetje prestige. Ja, doe dat maar. Die loopt. Niet uit te klappen. Daar is niks te doen. En die ook niet. Oké. Poest hier. Oh, dit is nog niet afgelopen. Buildings, character development. Oh, mijn spy is natuurlijk weer terug. Active spy. Deze. Faction select. Ja, je mag terug naar haar. Deploy. Off you go. Next turn. Consider this, if you will. Join coalition. Yun by who? Ik weet niet waar die zit. Misschien die. Nee, dat is de Han Empire. Juan Shu? Dat was je niet, toch? Oh, regardless of how you vote, all allies already declined this deal. Okay, nee, dan maakt het niet uit. That is, of course, your choice. Daar gaat hij. Ja, dat zal hij wel winnen. Ja. Blijft dat leger achter met die andere kan die gaan voorop. Zij trekken zich massaal terug. Dit is dan het moment om voor mij aan te vallen. Tao Shang. Oh, hij is dood. Hij is vervangen. Wow.
overpopulation. Constructed building. Oh, settlement administration. Ja, tuurlijk. Gewoon de stad groter maken. Die is ook gelukt. Livestock farm. Ja, het is nu voorjaar, dus. No effort will achieve this. Ik wou zeggen, ik kan nog harder lopen. Ja, toch wel. 2248-1760. Medium en high. Ik ga dit toch even zelf doen. Het zal in 4 minuten niet lukken, maar dat maakt op zich niet uit. The winds of victory blow in our favor. Dat is natuurlijk wel zo. We zijn al lekker aan het winnen. Let no odds stamp in our zeal. Victory shall be ours. Continue. Beetje regen. 3. 2. Oh wacht, nee, gaan we anders doen. Nee, 2, 3, 4. 5. 6. 5, 6. 1. 2. 4. Ik dacht dat is verstopt, niet echt. Men are spotted. Oh wow, ik mis hier een fantastische charge. The enemy unit flees. What cowards? At the ready. Show no mercy. Oh, oh. Zo. We gaan je archers, vriend. Dat moet toch geen lekker gevoel geven. Take heed, warriors. Open fire. Prepare. Ja, de archers zijn zich niks meer van over. Ze zijn hier massaal weggerend. Volgens mij liggen ze hier massaal. One step closer to victory. Dat is nog een charge. At the ready. Attack! Cavalry attack! Attack! To attention! Spears ready! Spears to battle! Make ready! Attack! One step closer to victory. Make ready! Crossbows, attack! Rain down death! Mounted soldiers! Archers, prepare! Shoot! Fire upon them! Ready! 3, 4 even stopzetten voordat mijn eigen units worden afgeschoten. Dat is de timer. Maar dit gaan we natuurlijk even afmaken. Letterlijk even vervuren. Steel yourselves! To attention! Do not relent! Ready! Attend! Strike! Go, go, go!
Ready! Fight! Attend! Charge! Destroy them! At the ready! To attention! Keep it up! That's right! Ready! Jim, power! Stay ready! Take heed, warriors! Ja. Moet ik eigenlijk over? Het is gewoon een boerderij die we innemen. Ik weet niet of dat geluid maakt. Ja, een beetje ervaring misschien trouwens. Oh, dat is er maar één. 15. Drie en vier kunnen stoppen. Die kan ik wel claimen. En battle. Ik denk niet heel veel doden. Ik heb er nog 2000 over, dus. Ja, volgens mij valt het echt heel erg mee. Enkele ruiter misschien, maar meer niet. From the roots to heaven. 184 cash occupied. In time, they will thank us for this. For China! Upgrades. Ja, dat kan wel. Maakt hij. Maakt zijn garrison. Nou, nee, niet groter, want die is al. Nee, die wordt er niet beter van. Dus dan. Mwah. Oh, dat is deze. Peng Cheng. Ja, dit kan wel, maar. Liever hier. Ja, je moet die stad groter, maar dat kan misschien de volgende beurt een beetje in gang worden gezet. Dong. Training field. Of public academy. 25 extra population growth. Dat is veel. En een upgrade. In 10% income from commerce. Ja, dat is gigantisch. Military markets. Dit gemaakt met siege, wordt dat beter van. Min 15 construction cost for military. Public order, income. Shaft mining. Maakt de mijnen beter, maar ik heb pas één mijn. Kommergebouw heb ik heel veel. Betere pikemen. Betere ports. Nog een spy. Oh, niet verkeerd misschien. Character salary iets lager. 30% inkomsten van commerce. Is wel heel goed. Ja. Het verhoogt mijn. Nou, volgens mij werd het niet heel veel hoger. Maar goed. Ja, hier ga ik nog even niet investeren. Dat vind ik. Wacht, het is nu dit. Het wordt dan dat. Nou, hier is het wel de moeite waard. 5 beurten. Ik weet het niet. Wacht maar heel even. Ik weet niet of ik dit kan houden namelijk. Nee. We gaan hem hier afronden. Ik zeg bedankt voor het kijken. We gaan heel graag de volgende keer natuurlijk verder. Hier mijn hoofdstad. Of hoofdgebied. Daar is extra... natuurlijk wel goed. Ja, dan gaan we dat daar doen. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer. Oh, er zit trouwens ook zijn hoofdstad. Zie ik nog even op de valreep. Dus die pakken we zo meteen even mee. Want ik ga ervan uit dat hij niet thuis is. Want zijn leger zit hier. Goed. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer.